Kijkers, goedendag. Ik geef jullie van harte welkom. Wij staan vandaag met de heer Samuel Keuk, meer bekend als Slimmy. Hij zal ons vandaag vertellen over biogas, wat er allemaal gedaan kan worden daarmee en hoe het gemaakt wordt. Wij brengen nu het volgende. Meneer Samuel Keuk, goedendag. Hoe gaat het met u? Ja, alles gaat naar omstandigheden. Laten we zeggen redelijk. Okay. Meneer Keuk, ik wil weten, wat is biogas eigenlijk? Biogas is gas ontrokken uit organisch materiaal. Okay, het is natuurgas. En die biogas die we onttrekken is methaangas, CH4-gas. En die gas is een vlamvatbare gas. En je hebt verschillende organische materialen die je kan gebruiken. Keuken, denk aan, aan keukenrestjes, aan aardappelschilletjes, knuffloerschilletjes, uierschilletjes, bedorven melk, brood, bedorven rijst. Alles wat organisch afbreekbaar is, bladeren. Van de bomen, takken. Maar ook um, heb je uh, fruit, bedorven fruit, bedorven groente. Oké, okay? of, of, of groente of fruitafval. En dan heb je ook wat we, we noemen fyses, vitalien van mensen en van dieren. Uit dat alle materiaal kun je biogas, methaangas, CH4 gas onttrekken. En die gas kunnen we gebruiken voor zowel de huishouding als voor de industrie in het buitenland wordt het genoemd CNG gas compressed natural gas dus die CNG gas die biogas wordt gecomprimeerd onder hoge druk en dan wordt ook rijden auto's ook daarmee tractoren landbouwmachines generatoren het is een heel geweldig ding en goedkoop ding die we kunnen gebruiken uit afval afval we zeggen in 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 de afvalverwerking zeggen we we hebben een adagium Waste is money. Afval is geld. En waste is wealth. Afval is rijkdom. Oké? Okay? En als je die twee combineert, dan zie je dat je ervan kan leven. En je kan, je kan een veranderingsproces op gang brengen in die economie. En dus op het economisch gebied kan je veranderingsprocessen op gang brengen. En ook in gemeenschappen. We noemen het met een mooi Engels woord. Sustainable community development, duurzame gemeenschapontwikkeling. Dus het is aan de mens gelegen hoe wij dit willen inzetten. U had het net over, je kan, je kan gas halen uit uh, afwas, zoals groente, fruit, maar hoe staat het met petflessen? Um, kijk, ja, je kan ook gas, je kan ook gas, methaangas. Maar dat is weer een ander type gas, dat noemen we zingas. Oké, okay, door het verbranden van die petflessen in een, in een, in een zuurstofvrije ruimte. Let erop, een zuurstofvrije ruimte, we zeggen anaerobische ruimte. Ga je daar verschillende gassen ontwikkelen. Oké, okay, op een bepaalde temperatuur krijg je verschillende gassen. En een van die gassen is zingas. En die kan je ook inzetten voor de industrie. Er zijn heel veel landen die zingas ook gebruiken, ja, uit petfles. En daar zorg je ervoor dat in plaats van dat je die petflessen gaat begraven, dat duurt om en bij 50 tot 100 jaar voordat de natuur het heeft opgenomen, het heeft verwerkt voor ons, verpulverd. In plaats van dat te doen, dan verwerk je het op een milieuvriendelijke manier. Want die gas onttrek je eruit en je laat die gas niet vrijkomen in de atmosfeer zodat, die, zodat we blijven met die CO2 druk mitigeren. We, we, we brengen het zoveel mogelijk naar beneden. Dus je kan natuurlijk pet ook. Maar wat wij doen, wij verwerken pet, pet fles, pet afval. Niet tot gas, maar tot hernieuwbare gasoline en diesel. Dat doen wij met pet. Okay. En als we kijken naar ja, mensen ontlasting, ontlasting. Hoe staat het daarmee? Ben je al begonnen daarmee? Dat zijn die groene tanks. Die groene tank die je achter me ziet, is een van de fermentatietanks waar we mensenontlasting en dierlijke ontlasting en alle andere organische materialen, afvalstoffen, kunnen we daarin fermenteren tot gas. En dan zie je die mooie biogas, die mooie blauwe vlam. Die maakt je potten niet zwart. Dat is gas uit de natuur, Het is natuurgas. Het is methaangas, CH4-gas. En dat kan je allemaal uit, aantrekken, ook uit vieses, menselijke vieses, menselijke, vies, menselijke poep. Het lijkvies, urine, poep, urine, mix. Dat zwarte water, wat in de septic tank zit, is zwart water uit de, uit de septic tank komt, is zwart water, maar ook keukenwater en badkamerwater. Dat kunnen we allemaal verwerken tot hoogwaardige gas. Nu op dit moment waar we praten wordt het gedumpt in de Suriname rivier. Per dag 400 kubieke meter gemiddeld per dag vetput afval en poep, menselijke poep wordt elke dag naast staatsolie gedumpt in de Suriname rivier al 100 jaren. Dus op dat stuk heeft de regering een grote nul gehaald omdat de regering niet wil samenwerken met mensen, met Surinamers. En er zijn zoveel middelen in, door de jaren heen vrijgegeven door buitenlandse donoren en die middelen zijn gewoon verdampt en die, die projecten zijn nooit van, uit de grond gekomen. Puur omdat mensen niet weten hoe ze Suriname voor de toekomst en voor de volgende generatie. De politiek in Suriname weet niet hoe ze een land met maar amper 500.000 mensen moet ontwikkelen voor de volgende generatie. Ze weten het niet. En heeft u ook misschien eens geprobeerd uh, al het ja, mensenpop dat gedumpt wordt in het scenario 4 naar u te brengen? Je kan dat niet zomaar doen. Je hebt een infrastructuur nodig. Kijk, alles wat je doet, moet je eerst piloten. Oké, okay, je moet eerst die kinderziekte en die problemen gaan leren kennen. En wanneer je dat hebt gedaan, dan ga je een groot project. Je gaat kijken naar de feasibility, de duurzaamheid van, de, van het project. En, en je gaat kijken naar oh, oh, hoe je dit project langdurig, duurzaam gaat, gaat initiëren. En daarom moet je eerst piloten. Ik ben door al mijn pilotprojecten heen en je moet ook de juiste leiders achter je hebben om dit te doen. En dat is wat we missen in Suriname. Dus die pilots hebben we gedaan. We hebben alles gedaan. We kennen de klappen van de sweep, maar de juiste leiderschap in Suriname missen we voor een lange termijn project om een volgende generatie of generaties te consolideren. En met biogas kunnen we dan ja naar nou onze voertuigen rijden, tractoren. Maar heeft u dan ook geprobeerd dat naar voren te brengen? De overheid weet alles van. Er zijn buitenlandse rapporten, wij doen het hier in Suriname, maar ik heb je gezegd, je kan alles ermee doen, ze weten het. Maar het is vervelend om een land, ik ga het zo plat zeggen, want in de psychologie kennen we iets als domheid. Domheid bestaat in de psychologie. Er zijn domme mensen, je kan daarvan niet onderuit komen. En het is vervelend als, als wij elke keer een land proberen te runnen met domme mensen. Dat is heel vervelend. En ik heb gezegd, een keertje gaan er knappe mensen zijn en we gaan het doen. Maar met domme mensen dat kan je het niet doen. En hoe lang bent je al ongeveer bezig met het maken van biogas? Vanaf 2018 ben ik bezig. En tot heden heeft u dan heel veel veranderingen ingezien? Ja, dus je hebt gezien, je ziet het, ik doe het. Ik gebruik het zelf op de farm hier. We gebruiken het zelf voor het genereren van heatwater, onze boilers. Om die kippen te, te, te plukken. En ook om die generatoren te draaien als het stroom uitvaalt. We gebruiken het heel goed inzetten, biogas. Maar je kan ook, er zijn speciale carburetors die je kunt zetten op auto's. En we hebben ook alle machines gehad van de IDB om het te comprimeren in grote flessen zodat auto's, tractoren en eigenlijk de, de transport en de industrie het kan gebruiken. Maar net zoals ik je zei, het valt en staat met goede leiders die je hebt om dit land naar een volgende level, of volgend niveau te brengen. En dat kan je niet met domme mensen. Je moet, je moet knappe leiders hebben om dat te doen. En heeft u nog verdere plannen qua biogas of wat andere dingen? Alles hangt af van welke leiders er zijn in de, in de regering. De meeste leiders die we tot nu toe hebben gehad zijn leiders met de IJ. Maar die EE-leiders, daarop wachten we. Want met die EE, natuurlijk word ik een jaartje ook ouder. Elke keer dat een verkiezingstermijn voorbij gaat. En je hebt niets kunnen realiseren. Maar ik hoop op nieuwe leiders om Suriname verder te ontwikkelen naar een ander niveau. En de mensen zullen binnenkort, over twee jaar, de kans krijgen om de juiste leiders te kiezen. Om Suriname naar een volgend niveau te brengen. Meneer Samuel Keuk, ik wens u dan veel succes in biogas. En ik hoop dat er wel iets vanuit de bus komt. Bedankt dat je bent geweest en je hebt het gezien. En um, wij staan klaar om de gemeenschap te helpen voor wat betreft duurzame gemeenschapontwikkeling. Waarbij afvalverwerking tot duurzame energieproducten, dat is eigenlijk waar wij naartoe kijken en naartoe en, 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 onze blik opgeworpen is. En we, we gaan recht op onze doel af. We blijven recht op onze doel afstievenen om dat groter doel te bereiken. Soms moet je kruipen voordat je echt een marathon gaat kunnen. In staat zal zijn om een marathon te kunnen rennen. En wij zijn nu al in die kruipfase en we wandelen nu. En na het wandelen gaan we een beetje harder lopen, harder, grotere stappen maken. En dan ga je echt in dat ding komen. Via middelen krijgen, projecten draaien, aan een afval, aan een afval verwerken. Iedereen loopt en slaapt op afval in, in de stad, in Paramaribo, alle districten. Maar net als wat ik je zeg. De toekomst, we moeten ons focussen op de toekomst. Generaties moeten ervan kunnen genieten. En dat ga je alleen kunnen doen wanneer Suriname intrinsiek dient. En dat staat in het volkslied, het laatste couplet. De twee raadsterregels van het laatste couplet. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons waarde. Heri libidina dide, misafitikiser rang. En dat doet SlimGas. Succes. Dank je wel. <tiedert>